Zijn er ook vuurwerkcontroles in België? Nou, we hebben vorig jaar allemaal natuurlijk de controles kunnen zien. Wij waren er heel toevallig bij. Heel veel mensen hadden het vuurwerk moeten inleveren daar zo. Want eens in de zoveel tijd hebben ze een keer controle. Wij rijden nu naar een vuurwerkwinkel in België. Ik raad jullie in ieder geval af om het vuurwerk te kopen in België of Duitsland nu al. Omdat je het gewoon gek genoeg niet de grens mee over mag nemen. Je mag dus niet vuurwerk vervoeren in de auto. Maar ik wil jullie wel laten zien of er controle staat om te laten zien van hey, zo serieus gaan ze hier in Nederland mee om. Aangekomen bij Zena Ole, jongens, in België. Het is ongelofelijk, maar altijd als we hier aankomen regent het. Ik weet niet wat het is. Volgens mij voor de oude kijkers, in 2014 of zo was ik hier een keer. Toen was het mooi zonnig. Maar altijd als we hier komen, is het dus helaas aan het regenen. Dus we moeten even snel zijn. We zijn hier bij Zena Ole. We gaan even kijken wat ze hier binnen allemaal hebben voor nieuwe producten. Want ik heb ook al gehoord dat ze binnenkort nieuwe artikelen gaan krijgen. Dus daar gaan we even naar kijken binnen. Ik hoop niet dat het te druk is, man. En als je... Kijk, je moet geen auto's filmen hier, maar het staat best wel vol al met Nederlandse kentekens, hè. Trouwens, een paar jaar geleden ben ik daar ook achter geweest. Echt de oude vertrouwde ingang zo, hè. Ja, man. Altijd zo deze kant op. Original fireworks, man. En het is gewoon bizar om te zien wat voor populariteit vuurwerk heeft. Waardoor het hier continu gewoon een doorloop is van mensen. Of het nou september is of december, er zijn altijd wel veel mensen, man. Lange tijd niet geweest, een jaartje ongeveer. Weinig veranderd, los van aanbiedingen natuurlijk. Dus we gaan even de aanbiedingen doornemen. Leuke producten. Wat hebben ze nieuw bijvoorbeeld? We zijn laatst in Baarle geweest. Daar hadden ze de Iskralijn van Funk hadden ze in de aanbieding voor 25 euro per cake. Ik denk dat het wel interessant is om daar wat van mee te nemen en zo meteen te gaan stoken. Voor 46,50 hebben we de Zena 2,5 inch ball rockets voor 56,50. Volgens mij hebben we deze voor een kleine compilatie gehad, hè? Ja, twee keer al op. Goede pijlen. Helaas mogen ze niet in Nederland, jongens, dus kijk er mee uit. Hier hebben we de Rochetta. Ook al jarenlang een hele goed pijlenpakket. Hier is een mooie actie, man. Kijk maar. 30 euro voor 4 van die pijlen. Dat is wel netjes. Ze hebben momenteel wel leuke acties, moet ik zeggen. Ook op het gebied van cakes, maar daar komen we zo meteen. Dan heb je deze nog. Van Original. En deze hebben we laatst ook afgestoken, maar dat gaan jullie binnenkort zien. Meerdere van deze. Ja. Zijn mooie pijltjes, man. Klein, maar fijn. Draaien we even om, richting de blokjes. En dit is gelijk er eentje die er gelijk tussenuit schiet. Want dit is een hele mooie, hè? Die Heimdal. Ja, man. Heimdal, sorry. 7 euro als je dus lid bent van LVC. Dat is gewoon een hele mooie aanbieding. Verschillende Riakeo ook. Want we waren laatst in Baarle natuurlijk. In Baarle is het assortiment natuurlijk iets kleiner. Ik heb ook net laten vertellen dat binnenkort, deze maand nog oktober, komen de matten. Komen er nieuwe compounds van Riakeo ook. Dus dat is super ziek. Dit mode is natuurlijk sinds ongeveer 2 weken geleden in de aanbieding gegaan. 6 cakes, 25 per stuk, oftewel 150 euro voor het hele karton. Dat is wel een hele erg aantrekkelijke aanbieding om mee te nemen, maar dat doen we natuurlijk niet. En ze hebben dit jaar ook van Alpha Fireworks. Waaronder de, ja, die Alpha Massive, vind ik ook een mooie. Dan zijn daar nu een beetje de compounds van Ria Chris op dit moment in assortiment hebben. De Exodus, Bomb Squad, en daarnaast knallen we natuurlijk laatst ook al getest. Dit zijn mooie knalletjes, die zilverbanger. Alleen staat hier dus dat het de laatste stuk zijn, dat die binnenkort op is. Maar hoe knallen deze laatst? Ja, die goed, waren wel goed. Die waren echt goed, man. Biting Piranha natuurlijk ook, Chainsaw Lobster. Ook op is op, dus ik ben benieuwd of ze wat nieuws gaan krijgen. Ik heb het in ieder geval gehoord dat de matten dit jaar of deze maand nog komen. Meerdere compounds van Riakeo en nieuwe producten van Zena zelf. De sfeer blijft hier altijd top, want we zitten in oktober.
De kerstboom staat hier gewoon al. Hoe ziek is dat? Top om even het sfeertje mee te proeven. Binnenkort natuurlijk, november, december, gaat het hier helemaal vol staan. Dat weet ik nu al. Maar voor nu blijft het gewoon een hele mooie winkel om gewoon even sfeer te proeven. Moet je kijken. Een van de grootste winkels natuurlijk van Zena. Al blijft de bunker denk ik ietsjes groter. Wat denk jij? Iets groter. Dit, de Bali, is nooit veranderd, jongens. In al die jaren dat ik er kom. Dit waren we trouwens net even vergeten te laten zien. Echt dichtbij. Maar die zilverbanger blijft echt heel goed. Ik weet niet of jullie dat goed zagen trouwens. Die zilverbanger blijven hele goede nitraten. Ik vond ze zelfs beter dan andere knallers in België. Die nu nog te koop zijn van F2 dan. Deze lijn heb je natuurlijk ook, jongens, van Riakeo. De Vortex 1 tot en met 4. Al hebben ze op dit moment alleen 2, 3 en 4. Want Riakeo is dit jaar echt het product wat jullie heel veel in Nederland ook gaan zien. Bijna bij iedere tuincentrum of lokale vuurwerkwinkel zie ik nu al op dit moment Riakeo in het assortiment zitten. Dus hier iets van Funke zie ik. Kijk, deze waaier. Ik weet niet of jullie dat goed zien. Ja. Dus dit blijft wel echt een goede... Gaat hier een brandalarm af. Het waren ook jaren dat we deze allemaal in Nederland zagen. Maar helaas wordt het allemaal veel schaarser, jullie weten het. En de verwachting is dus dat ze binnenkort dus matten op voorraad gaan krijgen. Nieuw. Een lijn van Riakeo, nieuwe compounds en ook wat spul van Funke en ook wat van de Zena lijn. Maar ik heb gehoord dat het wat moeizaam is met de verscheping hier naartoe. Dus ja, er is altijd wel wat vertraging helaas, maar jullie moeten gewoon de socials van Zena in de gaten houden. Want voor je het weet staan ze in de winkel, maar voor je het weet zijn ze ook weer weg, want dat hebben we vorig jaar gezien. Datzelfde geldt ook voor de Bitmo van Iskra, die Funke lijn. Voor je het weet, jongens, is die weg. Wat een top product is dat. Dus jongens, zijn we weer in de auto. Ik moet je zeggen, was zeker de moeite waard. We gaan zo meteen ook even wat stoken, want we zijn met mensen, we hebben met mensen afgesproken die de papieren hebben in België. En dus we gaan zo meteen als het droger wordt wat stoken, maar dat gaan jullie helaas niet in deze video meer zien. Binnen enkele seconden rijden we de grens weer over in Nederland. Jullie gaan zo meteen het bord zien. En dan is gelijk even spannend of er hier dus ook controle staat. Omdat ze in Europa natuurlijk veel strenger bezig zijn vanwege de immigranten. Kijk maar even daar zo. We rijden nu Nederland binnen als het goed is. Want dit is al de Shell. Kijk, zie je dat? Het bord van Nederland. Nou, dan is het even goed om ons heen kijken bij de tankstations. Daar zie ik wel douane. Zag je dat? Ja man. Daar zag ik wel één douane. Verder niet een controlesysteem zoals we de laatste tijden zien in Duitsland. En dat is natuurlijk eigenlijk alleen nog maar in Duitsland het geval. Ik denk wel dat het rond Oud en Nieuw veel meer gaat gebeuren. Dat vanwege natuurlijk de kerstdagen, dat soort dingen, denk ik dat er veel meer grenscontroles gaan zijn. Niet alleen maar voor vuurwerk, maar voornamelijk wel natuurlijk. We zijn dus weer in Nederland, we voelen het gelijk aan de weg. En ik vond het wel een geslaagd tripje, ik moet je eerlijk zeggen. Was al een tijd niet geweest bij Zena en Ole. Alleen ze hadden wel hele leuke nieuwe artikelen. Ook het nieuws dat er weer matten komen en dat soort dingen. Die komen allemaal natuurlijk deze maand aan. Al hebben ze wat vertraging met de verscheping daarvan. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke video vonden. Het is dus zeker de moeite waard om nog in Ole te komen. Er staat ook nog geen controles. Alleen ik zou jullie wel even ten strengste af willen raden om vuurwerk over de grens nu al mee te nemen. De laatste 3 dagen van het jaar mag het wel. Dus dat kan je eventueel wel doen. Dat je gewoon je cakes bij Zena koopt. De laatste 3 dagen van het jaar. Want dan mag je dus wel vervoeren met vuurwerk in een auto. Hoe raar is dat? Want ik vraag mezelf ook altijd af van... Stel je voor dat je gaat verhuizen. Waar moet je dat vuurwerk dan laten? Want dat mag officieel niet. Maar goed. Laatste 3 dagen van het jaar kan je het dus wel halen. Anders zou ik het zeker afraden. Thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie mij binnenkort weer bij een nieuwe video. Later.